Goedemorgen allemaal. En welkom. Is het geluid goed, dames? Laten we daar eerst maar eens even mee starten. Hallo Anne, hallo Sandra, Els, Ingrid, goedemorgen allemaal. Marietje, dag Linda, dankjewel Anne, altijd fijn om te weten. Hoi Attie, leuk, gezellig. Nou, zo even wachten, want ik was mooi op tijd volgens mij. Even wachten tot er wat meer mensen binnen druppelen. Op deze woensdagmorgen. En het zonnetje begint hier zo hard te schijnen. Nou, we gaan vandaag weer een stempelkaartje maken. Wat zie ik nu in mijn beeld verschijnen? Rare dingen op mijn telefoon. Ik hoop dat het goed gaat. Oké, wat gaan we doen? We gaan een kaartje maken. Een stempelkaartje met Distress Oxides. Ik ga de jellyplate erbij pakken, een ronde jellyplate. Ach, Linda, geen zon in Limburg. Nou, ik stuur hem jouw kant op hoor. Maar dan moet hij ook wel hier blijven. Dus dat mag zich gaan uitbreiden. Goedemorgen allemaal. Nou, wat gaan we als eerste doen? We gaan stempelen. Ik gebruik de Christmas mail stempelset met al die leuke kleine stempeltjes. Die ga ik gebruiken. Dat is van de Festief Nostalgia, de stamp 753. Daar ga ik verschillende stempeltjes uithalen. Ik vind deze wel leuk met die klokjes. Die ga ik wel even op een kleerblokje doen. Nou, wat is mijn bedoeling? Ik ga eerst met Versomark en witte embossingpoeder ga ik hier en daar op mijn achtergrondje stempelen. Daar gaan jullie niet zoveel van zien. En ik hoop dat ik zelf wel kan zien waar ik het gestempeld heb. En waar ga ik op stempelen? Op een aquarelpapiertje, een vierkant. En die is 12 bij 12. Goedemorgen. Voor de redenen die nog binnenkomen. Gezellig. Die gaan we beïnten met de Versomark. Dat is de lekkere plakinkt. En ik wil eigenlijk gaan concentreren in deze hoek. Daar wil ik mijn stempels gaan krijgen. En die druk ik gewoon een keertje af. En dan hoop ik straks dat ik nog kan zien waar die zit. En nou, laten we hem dan hier doen. En meestal gaat het in drie, hè? Doen we hier. Dit is de 1. En dan kan ik ervoor kiezen om alvast eventjes de embossingpoeder erop te doen. Ik heb hem niet antistatisch gemaakt nu, omdat ik eigenlijk verwacht dat het een schoon aquarelpapiertje is. Dat het blijft plakken daar waar de inkt zit en niet op het andere papier. Dus ik pak mijn witte embossingpoeder erbij. Normaal gesproken zou ik eerst gewoon doorstempelen, maar ik ben bang dat het nu te slecht te zien is. En misschien met de poeder erop ook nog niet zo, maar hier zat het volgens mij. En hier. Dan zal ik het niet verhitten. Kijk, nu kun je het wel zien, hè?
Is dat duidelijk? Even kijken. De camera heeft natuurlijk vertraging. Ja, het is te zien. Kijk, voor mij is het ook te zien. Dus nou, dan pak ik gewoon een ander stempeltje. Ik heb hier die ticket. En die doe ik gewoon eventjes in je inkten. En die ga ik, ja, gewoon uit de hand, hier en daar. Hop. Nog een keertje hier. Pak ik de andere kant van de stempel. En zo. En omdat ik deze zo leuk vind, mag die gewoon nog een keertje. Dan maak ik hem even schoon met zo'n zeemelapje. Even mijn vingers droog. Pak ik weer mijn bakje erbij. Ja. Het handige van zo'n bakje is dat je dus boven het bakje je poeder erop kan doen. En het ervan afslaan weer terug in het bakje. Het werkt echt heel fijn. En dit is gewoon zo'n saladebakje. Even zien, de vaatwasser schoon en je kunt hem daarvoor gebruiken. Ik vind deze wel leuk. De prijskaarts. Dat is, kijk of ik hem kan laten zien. Dat is die. Die doen we ook op een kleurblokje. Het maakt trouwens ook niet uit, dames. Mijn Vesemark blokje is lekker vies geworden. Daar heb je echt geen last van. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Even kijken. Doe hem hier nog. Gewoon hier en daar wat aanbrengen. Ja, deze stempelset is van de Jema. Dat is de stamp. Ik zal hem zo eventjes nog noemen. Even kijken waar die is. Waar ik hem heb afgedrukt, want daar weet ik het niet meer. volgens mij. Kijken of ik hem goed heb. Ja. Ik zie hier nog een afdrukje in het licht. Nou, mocht er nog, ik zie hier wel een afdrukje zitten. Even kijken, waar heb ik een penseeltje? Nou, vind ik het erg. Ga je het zien? Nee, even hard tikken en is het vast ook weg. Zo, ik denk dat ik het hier eventjes bij laat, want er gaan nog wel meer komen. Die mag even dicht. Dit dicht. En dan gaan we natuurlijk. Oh ja, ik zou nog even zeggen welke stempel het was. Of het is inmiddels al gezegd. Het is dus uit die Festive Nostalgia. De Christmas Mail. En het is Jema FN Stamp 753. Dat is een hele leuke. Echt heel veel leuke achtergrondjes kun je daarmee maken. Dan pak ik mijn hiertoe. Dus ik ga even herrie maken. Dus voor degene die met oortjes in zitten. Even het geluid wat zachter. Altijd leuke aan een bossing, ik denk dat jullie me kunnen horen hoor, maar dat je dus op een gegeven moment ziet dat het gaat werken. Dat het gaat, ik zag altijd, het loopt je vooruit. Bye.
Oh, staat mijn lijstje weer niet bij Hobby Vision? Een materialenlijstje? Nou, dan moet die nog komen. Die is ingestuurd. Ik zag hem inderdaad gisteravond nog niet staan, maar ik heb vanochtend eigenlijk niet gekeken. Zal straks wel komen. Het is ingestuurd in ieder geval. Maar ze gaat vast goed komen. En het is ook vakantietijd, hè, dames. Even kijken. Nou, het is dus geëmbost. Het is wit op wit. Dus daar ga je weinig van zien. Je ziet het misschien een beetje glimmen. En wat gaan we doen? Ik zei dat we met oxides gingen werken. Ik heb wat kleurtjes. Even kijken of ze in beeld zijn. De Salvage Patina, de Shaded Lilac en de Wilded Violet. Daar gaan we mee poetsen op de achtergrond. Nou, pak ik een blending brush. Daar ben ik tegenwoordig wel heel erg fan van. En ik pak hier met mijn borsteltje pak ik wat inkt op. En ik ga over mijn papiertje. Ik zie dat ik lekker veel inkt kan pakken. En we gaan blenden. En dat ga ik gewoon hier en daar doen. Op verschillende plekken. En ik wil deze kant een beetje licht houden. Dus dat in deze hoek dat het een beetje licht blijft. Dan gaan we naar de volgende kleur. Heb ik. Neem ik de shaded lilac neem ik daarvoor. Met een ander borsteltje. En, nou, ik zet hem gewoon eventjes hierop. Dat vind ik trouwens wel heel fijn met deze borsteltjes. Dat je niet vaak van die vlekken krijgt. Dus dat je ook gewoon weer op je werk kan beginnen. Dus even kijken hoor. Hier mag er nog. Dus ik ga hem even draaien. En ik pak er eventjes een keukenpapiertje erbij. En dan kan ik mijn kaartje vasthouden. Mocht ik een beetje vette vingers hebben, dan haal ik gelijk weer met mijn vingers die inkt ervan af. Want dan zie je wel vlekken. En dat willen we niet. En dit is eigenlijk een beetje tover, hè? Vroeger hadden we toch van die kleurboeken, waar je dan met een potlood overheen moest, kreeg je ook dit effect. Dat doet me eigenlijk altijd aan denken. Zo, pakken we de volgende kleur. Dan pakken we die Wilted Violet. En dan pak ik mijn andere borsteltje voor. En dan ga ik hier in de hoek, haal ik hier even mijn inkt weg. Dan maak ik dat ook gelijk weer even droog. Dit is de donkere. Even aparte kleurtjes voor kerst. Eens even kijken, want ik wil natuurlijk wel dat die kleur ook nog wat meer... Gewoon blenden. Dit kost eventjes tijd, hè, dames. Je moet rustig de kleur opbrengen. Misschien hier nog. Heel lichtjes. Zo. Gaan we weer terug naar diezelfde spatina. En dan haal ik... Even kijken of ik het met de droge doek weg kan halen. Ja. Pak ik die Salvage Patina weer terug. En dan ga ik weer lichtjes eroverheen om die kleuren mooier in elkaar over te laten lopen. Dan krijg je meer dat dromerige effect.
En dit hou ik dus een beetje leeg. Het mag een soepele overloop zijn, dus dat wat er nog aan mijn borsteltje zit, doe ik een beetje zo. Goedemorgen, Andriët. Welkom. Wat we tot nu toe gedaan hebben is kleine achtergrondstempeltjes in de achtergrond met Versamark gestempeld en met witte embossingpoeder verhit. Die stempeltjes komen uit die Christmas Mail stempelset van Jema, de Festive Nostalgia. En nu ben ik kleur aan het opbrengen. En dat is de Distress Oxides. Even kijken, dan gaan we nog eventjes terug naar die Shaded Lilac. Eventjes voldoende is. De borsteltjes mogen even aan de kant. Ga ik met mijn droge keuzepapiertje eventjes het gedeelte van de embossing oppoetsen, zodat ze nog beter tot zijn recht komen. Zo. Even een slokje koffie. Nou, dan is mijn volgende. Ook die moet ik nog even schoonmaken. Daar zit die Versa. De Versamark de plakinkt op. Dat willen we niet. Dus die gaat terug op zijn sheetje. Zo. Even kijken. Jellyplate. Ik ga gebruiken de ronde jellyplate. Die doe ik op een kleurblok. Hoi Rianne, goedemorgen, welkom. Nou, de jellyplate. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga sowieso eerst een laagje aanbrengen met de salvage patina. En ik, ga ik hem uitrollen? Nee, ik ga hem eerst eventjes gewoon de salvage patina met de inkpad. En ga ik hem er gewoon eventjes zo overheen wrijven. Kan ik hem eventjes met de breien een beetje uitrollen. Die doe ik gelijk even op een kladje ook weer. Schoonrollen. En ik zie nu een friemeltje erop zitten. Dat willen we niet. Kom. Ik denk dat ik hem heb. Ik zal het toch weer eventjes met de breien. Kan zijn dat het een vezeltje was van de inktwit. Dus gewoon weer een klein beetje inkt erop, want ik wil natuurlijk geen vezeltjes of haartjes erop hebben. Dan pak ik een mask erbij. In de vorige collectie, de Vintage Christmas collectie, kerstcollectie, hadden we ook van die leuke ATC masks zitten. En dat is de Jema VC Mask 240. En dan ga ik die voor gebruiken. En dan even kijken. Ik wil eigenlijk de meest gladde kant hebben. Die ga ik erop leggen. Die probeer ik zoveel mogelijk in het midden. Ik zit er natuurlijk zelf weer niet recht voor. Maar zo. Die drukken we even aan. Doe ik hem heel even met de breien. En dan pakken we de andere kleur. Die gaan even aan de kant. Even uit het zicht. Dan pak ik de Wilted Violet.
En dan ga ik met mijn breien, ik weet niet of het in beeld is, maar een heel klein beetje aan mijn breien doen. En dan ga ik even die rand mee aanzetten. Heel lichtjes en dan rond ik hem even uit om dan weer zoveel mogelijk kleur ervan af te halen. Die gaat gelijk weer dicht. Zo. En dan ga ik nog een keertje met die breien het zeg maar uitpoetsen. Ik ga hem eventjes vasthouden voor het geval die toch. Ik hoop dat het te zien is voor jullie. Ik ga hem gewoon verder uitrollen. En dan mag ook die kleur iets, je denkt van er zit niks. Zo. Hier rol ik even uit. Als ik nou deze eronder doe, ik weet niet of het dan te zien is. Nee, het is niet te zien hè. Er zit echt wel kleur op. Hoop ik. En dan ga ik hem ervan afpeuteren. Zo, die gaat aan de kant. En dan ga ik hem gebruiken. Je ziet nu wel dat er een afbeelding op zit. En nou is het maar de vraag, in hoeverre komt deze op mijn achtergrond? Dat gaan we zien. En ik wil hem een beetje in het midden als het kan. En dan druk ik hem af. En ik draai hem om. Hij blijft wel plakken. En dan ga ik hem gewoon even aanwrijven. Nou, hopelijk geeft hij in ieder geval een afdruk. Tada! Nou. Ik zie mijn. Ik denk niet dat hij gaat pakken. Nee, hij heeft alleen maar machine. Nou, heel lichtjes zie je hier wat. Dat was niet wat ik wilde. Dat is jammer. Dat is jammer. Wat ga ik dan gewoon doen? Ik ga hem gewoon nog een keer doen. Kon mij iets schelen. Ik ga hem er gewoon. Nee, ik denk niet. Ik denk wel dat ik hem hier kan zien. Zoiets zat hij. Zo. Ga ik hem gewoon met. Want dat is het voordeel van de oxide. Die geeft zeg maar ook een dekkende laag. Kijk, en nu ga ik hem gewoon. Over de sneeuwvlok heen doen. Dat ik een donkere. Dus dat als ik de sneeuwvlok ervan afhaal. Gewoon kijken. Even goed aandrukken. Dat het erin komt. Als we het niet proberen, weet je het niet. Het is altijd een verrassing. De jellyplate kun je eigenlijk nooit voorspellen hoe het gaat. Kan zijn doordat mijn licht nu aan is, dat daardoor de inkt sneller droogt. Ik denk dat dat het wel is. Dus misschien moet ik wat sneller werken. Ik ga gewoon weer dat randje aanzetten met dat paars. Dus ik ga nu wat sneller. Zo. Die er vanaf. Ik heb mijn afdruk. En dan probeer ik hem natuurlijk wel eventjes een beetje in dezelfde, op dezelfde plek te krijgen. Dan hoop ik dat het is. Hop.
Even goed aandrukken. Nee, het hoeft niet door de embossing te komen hoor. Dat kan natuurlijk wel. Die embossing neemt natuurlijk de inkt niet op. Maar ik wrijf hem natuurlijk nu van bovenaf. Wrijf ik mijn papier erin. Dus ja, kijk. Hier is die. Nou is die er wel. Nooit opgeven. Zie je? Zal ik hem even dichterbij houden? Ik kijk of die... Pak de camera uit. Ja, hij zit erin, hè, nu. Heel lichtjes. Hier eventjes een babydoekje overheen. Ja, dan kan die. Terug tussen wat printerpapier. En goed schoonmaken, dat komt. Straks wel, na afloop. Die ook. De breien kun je ook gewoon schoonmaken met een babydoekje. Die breiers die kun je zo uit elkaar trekken. Dan kan je ze nog beter schoonmaken. Droog. En ik vind dit wel een hele fijne breier. Dus die breier van Tim Holtz. Die vind ik wel heel fijn. Die is wat zachter. Dat vind ik een fijntje. Zo, die mag aan de kant. Ja, dat kan het ook zijn geweest, Linda. Maar ik denk eigenlijk ook de lamp, hoor. De lamp die er nu boven zit. Want als je zelf ermee aan het oefenen bent, ja, dan heb ik natuurlijk niet zo'n felle lamp erbovenop zitten. En met uitleggen ben je natuurlijk ook wat langer bezig. Dus dan droogt de inkt ook wat sneller. Maar het gaat er ook alleen maar om dat we iets hebben op de achtergrond. Dat heel lichtjes. Het gaat straks ook niet, moet ik dat zeggen? Het is niet het focal point, zeg maar. Maar het is wel leuk om te laten zien wat je ermee kan. Goed. Dan gaan we natuurlijk nog meer op de achtergrond aanbrengen. Even een slokje koffie. De naam van de jellyplate, dat is Jelly Arch. Dat is het merk. En je hebt van... ja, ik kan hem laten zien. Ik heb er eentje. Die zit dus in... die is in zo'n bakje gekomen. Dat was zo'n studentenversie. Studentenversie. Ik heb de verpakking heb ik eigenlijk gewoon... het zat in een langwerpige verpakking. Daar heb ik alleen dit rondje van uitgeknipt. Zodat het hierin paste. Hij zit ook in die set. Je hebt volgens mij zo'n set van... ik zal die andere... Ik heb er meerdere. Ik zal het gelijk even laten zien. Dit is geen goede. Dit is de... Oh, alles valt gelijk om hier zo. Kijk. Dit is de andere. Ik weet niet of het zal schitteren, denk ik. Van Jelly Arts. Het is ook een ronde. Die is 4 inch. En hoeveel is deze? Maar van deze, van die Jelly Arts, daar hebben ze dus een set. Die heeft 3 kleintjes erin zitten. Dan hebben ze een klein rondje. Ze hebben een vierkantje volgens mij en een ruitvorm. En die heeft volgens mij dezelfde maat. Want dit is dan 4 inch. En dat is 10,6. En deze is 7,5. En dat is in inch, is dat 3 inch. Dus die heeft een diameter van 7,5, deze die ik nu gebruikt heb. Maar je zou ook net zo goed die grote kunnen gebruiken. Dan wordt hij alleen wat groter. Ik had het kleintje liggen. Maar het zal gelinkt worden. Een jellyplate. En ik raad eigenlijk ook echt aan om, als je een jellyplate wil aanschaffen. Ik heb er meerdere. Hier is, dit is ook van Jelly Arts. Dit is dan een kleine langwerpige. En ik heb nog een grotere. Neem hem echt van Jelly Arts. Dat is gewoon echt een... ja, gewoon goed merk. Die blijven goed. En ik bewaar de jelly plates dan gewoon tussen een stukje... Ze komen in
dat ze in plastic zitten. Dat er plastic sheetje. Hier, ik heb dus die plastic sheet nog in zitten. Daar zit die tussen, origineel. Maar daar heb ik van gehoord dat je ja, luchtbellen in je jelly blade van kan komen. En om dat te voorkomen kun je het tussen ja, gewoon printerpapier doen. Dus dat heb ik maar gewoon gedaan. En voorlopig, tot nu toe, heb ik nog geen luchtbellen erin zitten. Ja, komt er een luchtbel in? Nou ja, dan heb je gewoon altijd een luchtbelafdruk op je werk. Maar ach, hey, we zijn creatief. En dan is het ook te zien dat het handwerk is, toch? Ja, zie je? Dank je, Rianne. Had ik het toch goed. Dat inderdaad in die set ook de, dat die 3 inch is. Ja, dat is dan ook deze. Goed, we gaan verder. Want de tijd loopt natuurlijk door. We willen natuurlijk nog wel een kaart af hebben, toch? Ik pak die set er weer bij met die kleine stempeltjes. En ik wil nog met zwart op de achtergrond gaan werken. Dit doe ik maar uit de hand. Ik pak daar de VersaFine Clair Nocturne inkt voor. Die mogen denk ik allemaal aan de kant. Dat ze zo min mogelijk op mijn werkblad ligt. Ga ik gewoon uit de hand doen. Hoeft allemaal niet zo. Hop. En die ga ik hier en daar. Hop. Overal. Overal nergens. Nou hoop ik dat ik recht stempel. En dan mag die. Kan ik hem een beetje buigen. Hier nog tussen zitten. Ja, jullie weten nog steeds niet wat het gaat worden, hè? Als je denkt van, wat doet ze nou? Zo. En dan wel leuk als je die Christmas greetings, als die steeds iedere keer weer ergens terug gaat komen. Zo. Maar. Nee, beter deze pakken. Zo. Dit was eventjes mijn achtergrondje. Die terug op het sheetje. Even. En weer droog. Goed. Wat gaat er dan komen? Ik heb de poinsettia's. En daar moet ik nog wat van bij doen. Die moet ik goed bewaren. Daar moet ik nog eventjes wat van bij maken. De poinsettia, die komt uit. Laat ik dat eerst even zeggen. Ook weer uit de Festief Nostalgia. Dat is de Stansman met de kerstroos en die leuke swirl. En dat is de JMA FN CD 904. Daar gaan we dus de poinsettia mee maken. Ik pak mijn kleine stansmachine erbij. En de plaatjes. Want ik moet nog die moest ik volgens mij nog doen. Dus op wit kaartstok doe ik dat, want ik ga hem straks gewoon kleuren weer met de oxide inkten. Even die nog erbij doen. Kunnen zetten. Zo. Oh, trek je plaatjes krom? Nou, kijk eens hoe krom deze zijn. Zie je?
Zo krom als een hoepel. Maar het valt nog mee. Maar ik doe eigenlijk meestal maar aan één kant snijden. En deze snijdt dus niet. Maar die wordt dus gewoon wel heel erg vies. Maar ik vind dat gewoon door die roller van de stansmachine. Dus dat is niet zo gek hoor, Emmy, dat je plaatjes krom trekken. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. En zolang ze het doen. Oké, nou die gaan er even uit. Mooie details geven die. Ja, en inderdaad, een setje nieuwe platen. Maar zolang die platen niet breken, dan kun je er gewoon lekker mee doorgaan, denk ik hoor. Zo. Ik wilde er 3 hebben. En als het goed is, moet ik nu overal 3 van hebben. Even kijken wat de juiste kant van het papier is. Zo. Ik ga dan kleur aanbrengen. En dan pak ik de Salvage Patina weer voor. Nou eventjes. En dan ga ik het hartje even mee aanzetten. Hop. Ik pak daar gewoon die dikke. Zo, hallo. Een dikke borsteltje voor. Trouwens, het is ook niet een dikke borsteltje. Deze is. Wat zijn deze? Die zijn 3 centimeter. En dat vind ik eigenlijk zelf een hele ideale maat om als borsteltje te hebben. Ideaal voor je stencils. Nou, dit is even productiewerk. Even het hartje van een kleurtje voorzien. Moet ik dat natuurlijk wel in beeld doen. En dan hebben we deze nog. De laatste. Zo. Dat was 1 kleur. Dan pak ik de Wilded Violet. En dan doe ik even hier weer. Zo. En droog. Ga ik eventjes in deze. Pak die Wilded Violet. Pak ik. En dan ga ik aan één kant. Aan de bovenkant van de blaadjes. Dan doe ik aan één kant. Doe ik de kleur aanbrengen. Ik kan de kleur van mijn craft sheet ook weer erbij pakken. Zie dat hier een beetje. Nou, dat valt waarschijnlijk straks toch niet op. Want je gaat die bloemen natuurlijk toch stapelen. En ik knijp die blaadjes straks altijd weer een beetje fijn. Dus is het niet zo netjes, dan valt het straks toch niet op. Hopen we er maar. Ook die. Doe ze gewoon aan één kant.
aan de topjes. Lopende bandwerk. Klein beetje. Nou. Zijn we er al? Kijk, en ik vind het eigenlijk altijd leuk, hè, met dit soort dingen om gewoon datzelfde kleuren. Je kan natuurlijk ervoor kiezen om gekleurd kaartstok ervoor te nemen, maar. Ik vind het gewoon leuk. Ik heb de inkten. Ik ben een stempelaar, dus voor mij wordt het dan altijd gewoon een combinatie van. Nou, de een zal wat lichter zijn dan de ander. Maakt niet uit. In de natuur is ook niet alles hetzelfde. En ik heb eigenlijk ook nog nooit een blauwe met paarse kerstroos gezien. Voor alles moet een eerste keer zijn. Hoop ik dat ik in beeld zit te werken trouwens. En ik ben klaar en dan kom ik daar pas achter. Zo, brede verzameling. Weer. Hop. Nou, ik begin met die opengewerkte. Ik ga ze gewoon een beetje kneuzen. Hop. Ik pak gelijk de lijm erbij. Ik heb die Art Glitter Glue. En hup, wat in dat lamme lijm even liggen zo. Hopelijk gaat hij niet lopen. Hop, nou. Doe ik hem ietsje verdraaid erop, zeg maar. Die petals niet boven elkaar zitten. Gaat hier een druppeltje op. Zo. Ook die een beetje buigen. En je kan ze omhoog zetten, die blaadjes, zodat je ze zo knikt. Hop. Nou. En dan hebben we deze nog. Een beetje knikken. Gaan ze een beetje zeer doen. Zo. Hop. Dan haal ik nog een zwart. Moet ik even kijken. Even spieken. Ja, dit is de platte. Ja, wat zit ik te bibberen, joh. Vriend. Ja, dan zit je natuurlijk aan mijn craftsheet geplakt. Zo, aan de kant jij. Dat is één. Succes Stephanie bij de visio. Bedankt voor het kijken. Zo, een druppeltje. Oh, daar gaat hij. Hop. En dan dit kleintje. En yes. Ja. En dan deze. Ook een beetje fijn. Alles fijn knijpen. Zo, dan zie ik hier wat lijm liggen.
Zo. Erin. Ja. Zo. Even los. Op en de laatste. Pak eerst even maar even mijn lijn vandaan, want zo. Deze nog eventjes. Hi Riksja. Ja, je kan het terugkijken op YouTube. Ik zal dit filmpje straks, deze live, straks eventjes downloaden en dan op mijn YouTube kanaal zetten. Deze bloemen zijn van JMA. Die komen uit de... Zo, de Festief Nostalgia collectie. Ik zal ze er zo nog even bij pakken. Even mijn bloemetje afmaken. Dat is een standset. Daar zit ook de... zo, hallo, komt er eens op. De ijskristal, de ijsswirl zit erbij. Nee, pak hem er even bij. Dat is deze set. En dan had ik nog wel eventjes mijn... Het hartje erbij hebben. Zo. Die ligt op zijn kop volgens mij. Zo. Zo. Nou. Op. Die wilde niet. Dus dit is die standset. Met die ponchet, ja, de kerstroos. En dat was de JMA FNCD 904. Nou, even kijken of ik hem los kan krijgen weer. Dan kan ik hem even laten zien. Kijk, en dan kan ik hem nog altijd een beetje inknijpen. Kijk, en dan hebben we hier het bloemetje. Is die te zien? Er zit altijd zo'n vertraging in. Door het kleurverschil, doordat je dus, even mijn lijn weghalen hier. Deze even dicht. Door het kleurverschil krijg je natuurlijk een heel leuk effect met dat bloemetje. Diamond painting. Is dit diamond painting? Deze tool? Volgens mij heeft Studium Light, ik denk niet dat ze hem voor diamond painting hebben gefabriceerd, dat weet ik niet. Hier kun je mee heel makkelijk, zeg maar, als je iets uitstanst, kun je die stansje mee uitprikken. En met deze kun je dus inderdaad kleine dingetjes oppakken, maar inderdaad ook inderdaad diamond painting steentjes. Ja. En dan kan je volgens mij, deze kon je ook nog vullen. Als je dit eraf draait, heb je hier een opening en dan kun je hier nog leuke tierenlantijntjes, kraaltjes of wat dan ook, sequins instoppen. En deze puntjes, die zijn ook vervangbaar. Daar zijn de replacements voor. Goed, nou, even terug naar mijn kaartje. Dit was mijn bedoeling, dat ze zo hier in een kringetje komen. En hier een tekst. En waarom nou zo'n zwart hartje en die zwarte tekst op de achtergrond? Want kijk, ik heb nog een matlaag. Die is dan een halve centimeter groot. Hè? Die is 12,5 bij 12,5. Het aquarelpapiertje was 12 bij 12. En die matlaag is dan 12,5 bij 12,5. Kijk, en pas. En dan knalt dat er gewoon gelijk uit, hè? Maar... Ik wil toch, nou ga ik afwijken van mijn voorbeeldje, want ik wil eigenlijk nooit hetzelfde maken. Ik wil hier toch wel iets van
een mask of... Even kijken, dat zijn er twee. Dit zijn de sterren. Nee. Ik ga weer voor deze. Ik ga hier gewoon een sneeuwvlok van nemen. Dat is de JMA FN Mask 300. Wat staat er? 303. Dus die moet ik straks nog wel even doorgeven aan de winkel. Dat die er nog bij komt. Nou, wat wil ik? Dat hier zoiets. En wat voor kleur gaan we doen? Want het moet natuurlijk wel de kleur zijn van de achtergrond. Welke kleur zullen we die swirl doen? Dan wordt het, ik denk dat dit te donker is. Dan kunnen we gaan kiezen tussen de Shaded Lilac of de Salvage Patina. Ja. En dan komt natuurlijk groenig. De groenige. Oké, okay, ja, dan bedoelen jullie de Salvage Patina mee. Ja. Ja, dat is een beetje groenblauwachtig is dat. Ja. Oké. Okay. Oh. Anneke zegt weer links. Anneke gaat voor de... lichtpaars. Nog een lichtpaars. Ik denk inderdaad de lichtpaars. En zo niet. Even kijken. Mijn borsteltje. Ja, dit was die van de lichtpaars. En dan pakken we... Dan raak ik hem hier een beetje zo schuin. Of... Nou, we gaan bezoeken natuurlijk. Want wat willen we? Welke willen we? Nee, deze. Dan zet ik hem zo een beetje schuin weg. En dan hoop ik... Pak ik gewoon eventjes een... tapeje. Kijk, en dat heb je natuurlijk als je lekker afwijkt. Van wat je wil. Of wat je had bedacht. Maar... Dat maakt het juist toch zo leuk. Je moet gewoon doen wat in je opkomt. En wordt het niks, dan wordt het niks. Maar dat zal best wel goed komen. Ik ga gewoon heel lichtjes beginnen. Gewoon altijd donkeren. Kijk. Want als de bloemen dan zo komen. Want dat is dus wel iedere keer de kunst. Hè? Om iedere keer even te kijken van, nou, wat gebeurt er? Nou, we kunnen natuurlijk verschoven. Lekker ding. Ah, yes. Kijk, waar had ik nu ineens aan denk? Ik pak gewoon die... Hoe haalt het violet? Die iets donkere. En dan ga ik hem alleen maar eventjes hier... Een beetje... Kijk... Genoeg. Hé, is mijn beeld... Loopt mijn beeld door? Ja. Ik zag ineens dat hij op de computer stil bleef staan. Nou. Oké. Okay. Even mijn... handjes schoon. Dan. Ja, dan gaan we even opbouwen. Hop. Dan zien we straks wel. Wat. Wat is verstandig. Zal ik hem eerst even op die zwarte matlaag doen. Want dat is straks natuurlijk lastig als die bloemen er al op zitten. Ja, joh. Gooi maar neer. Zo.
Ja, dat vind ik dan zelf altijd weer het moeilijkste. Dat... Oh, maar ergens beginnen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het een beetje in elkaar komt te zitten. En dat het wel het rondje ongeveer volgt. Dus misschien kom ik los. Deze toch ietsje meer zakken. Zo. Oh, sorry, vadertje knutselen. Je hebt een stelling geplaatst en nu zie je weer dit. Tja, ja, je kan niet alles, hè. Ik zou zeggen, ga eerst gewoon lekker werken met wat je hebt besteld. En dan maar even sparen. Zo. Clustertje. Dan die. Even mijn lijm dicht, want die begint door zijn tuutje heen te lopen. Ja, dan moet er natuurlijk nog een tekst bij of zo, hè? Even kijken, die haal ik uit het stickerboekje. Dat is de IEMA FN Stick 24. We gaan maar voor de Nederlandse teksten. En zwart. Nou, kerstpost of kerstgroetjes. Kerstgroetjes is iets groter. Kijk, en dan, dat wordt dan weer eventjes zoeken van waar gaan we dat doen. Want nou wil ik natuurlijk deze ijskristal toch een beetje in het zicht houden. Ik denk dat ik hem gewoon hier ga doen. Zo. Vind ik dat leuk? Nee, vind ik niet leuk. Oh, voorzichtig. Dus dat betekent wel plakken daar waar je hem wil hebben. Dan denk ik toch dat hij gewoon hier ergens komt. Dan maar over die ijskristal. Zoiets. En dan kunnen we altijd nog witte accenten aanbrengen. Dat doe ik eventjes hier in die. In dat hartje van de poinsettia. Even wat witte stipjes. Kan rondom de tekst gewoon zo'n doodle randje doen. Kunnen eventueel deze ook nog aanzetten. Daar gewoon. Zo. En dan zou je, zeg maar, die ijskristal ook hier en daar. Een wit accentje kunnen geven, maar dat valt natuurlijk alleen op daar waar de kleur zit. Nou, hier zal het niet opvallen, maar als ik hier een rondje doe, dan heb je hem weer wel. Nou, ik denk dat ik het gewoon maar hierbij moet laten. Die tekstjes kunnen ook aan de kant. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling dat hij dan op een witte basiskaart komt. En dan wil je natuurlijk ook weten hoe groot die kaart is. Dat is dan een vierkant van 13,5 bij 13,5. Kijk, en dan zou die dus zo komen. En dan heb ik hier mijn kaart af. En dan is die toch weer anders geworden als dat ik zelf dacht. Nou, je ziet het. Wat we met de jellyplate hebben gedaan is... eigenlijk een beetje verdwenen onder de bloemetjes, hè? Je ziet heel lichtjes hier op de achtergrond, zie je nog zo'n afdruk van die ijskristal. Nou, en de ene keer zal dat duidelijker
tevoorschijn komen als de andere keer. Maar we hebben het geprobeerd. En als we het niet proberen, dan weten we het niet. En misschien zal de volgende kaart... Ah, ik zie hem nu in de camera, zie ik hem wel heel, heel duidelijk. Apart is dat. Misschien komt dat door het kunstlicht. Oh ja, als ik hem nu een beetje zo naar me toe haal, zie ik inderdaad, zie ik hem komen. Oké, nou dames, ik ga sowieso de lijf nog even terugkijken of ik vragen heb gemist. Dan zal ik die nog even beantwoorden achteraf. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En volgende week, donderdagochtend, dan ben ik er ook weer. Dus ik zou zeggen, een hele fijne week en tot een volgende keer. Dag!